Op de Vlaamse televisie is het toegestaan om kut te zeggen. Of lul, of piemel, of bospoeper. Of schorsenerenpijper. Ja. In Amerika worden die woorden allemaal weggebliept. Ja, zeker schorsenerenpijper. En dat is gevaarlijk. Ja. Eigenlijk echt, want gevestigd door te bliepen nog meer aandacht op dat weggebliepte woord. Ja, want dan gaan de mensen in een zieke fantasie die bliepjes invullen met nog viezere woorden dan de woorden die echt gezegd zijn. Het is niet alleen met Yves Le Terme dat ik af en toe eens een keer... Het is ook met andere collega's dat dat gebeurt. Dat is heel fijn om te zien dat zo een jonge gast zoveel... In één keer, ik vind dat heel knap. Dat is... Ja, ik vind niet dat we dat moeten doen. Er zijn andere dingen om te doen, denk ik, beter dan... We willen alleen in onze wagen zitten en kunnen... En kunnen... En zo en... Maar misschien valt dat ook wel mee met z'n tweeën. Misschien heb je een maatje dat ook... Met van die dingen. Hè? Of kan Philip de Winter zelf zijn lekkende... repareren? Nee, Alberto, nee. Waarom niet? Wel omdat ik geen bananen weggeef. En zeker niet aan een kop. Maak dat hier weg. Nee. Omdat we twee minuten later ergens helemaal anders stonden te de mens. Dus ik ben altijd zeer blij als ik mag. Ik heel graag, ja. Is dat duidelijk? Ja. Hey, maar er is nog zo'n raar effect met censuur. Mm-hmm. Allee, iedereen weet dat als iemand zegt dat je iets niet mocht zien, dat iedereen dat net wel wil zien. Ja, zet ergens verboden onder 18 op of explicit content en het verkoopt gelijk zot. Mm. En er zijn zelfs gewetensloze marketingjongens die dat bewust doen. Hè? Echt leed. Ja, schaamteloos. Ja, wij hebben dat ook gedaan met onze trailer. Mm-hmm. Hey, zeg. Goedenavond. Hey, jongens, alsjeblieft, hè. Hey, sorry. Yeah, joepie, yeah. De auditie van Mokker. We zijn ook kandidaten aan het zoeken voor het programma Herkende Homo. You look amazing. Een feestje in je neus. Een manneke is niet serieus, hè. Ik zit aan een advocaat op, hè. Het tweede seizoen van Zonde van de Zendtijd. Vanaf maandag op Canvas. Je bent zelf eens aan het doen! Jij hebt het gezien, nu ongecensureerd. Ongecensureerd. Wij zijn nooit gecensureerd geweest, maar dat was voor ons een slimme techniek om kijkers te lokken. Aha. Maar blijkbaar ook een slimme techniek om Ambras te krijgen met de censuurcommissie van de VRT. Echt? Die waren kwaad. Ja. We zijn er serieus op het matje geroepen. Ja, we hebben daar een heel interessante discussie gehad over censuur. Ja, je kent ons. Wij hebben die discussie gefilmd met verborgen camera. Man, fantastische beelden, jongen. Maar die mogen we niet uitzenden. Nee. Daarom kijken we nu naar een reconstructie. Dag Genk en Bert, we hebben jullie trailer gezien en op dit moment... Dat was toch geen probleem? Ja, alles is toch kosher, hè? Of moeten we gas terugnemen? Is dat wat je bedoelt? Nee, er is niet echt een probleem. Maar door dat woord ongecensureerd lijkt het nu alsof jullie voordien wel gecensureerd werden. Tenminste, dat insinueert je dan toch. En dat is niet zo. En daarom stellen we voor om het woord ongecensureerd te schrappen. Schrappen? Oh, maar dan censureert je toch. Ja, maar nee, maar we censureren alleen het woord ongecensureerd. Dan maken we er gecensureerd van. Ja. Nee? Zeg, voor alle duidelijkheid. We censureren alleen dat geïnsinueert dat wij censureren. Punt. Juist, ja. Wij mogen toch alleen maar censureren omwille van ethische redenen? Zeg, ondertussen zijn die twee ons hier wel aan het belachelijk maken. Ja, dat is helaas geen reglementaire reden voor censuur. Voor u misschien niet. Pardon? Insinueert jij nu dat ik belachelijk ben? Ja, collega's, als die klopt. Heb jij mij nu gecensureerd? Ah ja, jij ging een onfatsoenlijk woord zeggen, die k***. Blijf van die blieper, god. Ja, maar als zij dat mag, dan maak ik dat toch ook zeker? Precies, of jij bent de voorzitter die
Zeg, hier allemaal met jullie. Het is toch niet meer normaal.